Op woensdag 10 april vond een eenzijdig ongeval plaats op de Sperwelaan in Bilthoven. De chauffeur van de grijze Focus is mogelijk onwel geworden en reed aan de rechterzijde eerst een lantaarnpaal de stoep uit, waarna hij over de weg aan de linkerzijde in de bossages tot stilstand kwam. De man kon zelf uit de auto komen. Getuigen van het ongeval hebben de chauffeur in eerste instantie geholpen. De opgeroepen ambulance heeft de man verder verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Een takelbedrijf heeft de auto afgevoerd.